van de Nederlandse Vereniging Intensive Care. IC-arts Diederik Gommers. Ja, u bent in deze uitzending al mijn held genoemd, de held van vandaag. Volgens mij was u voor deze crisis niet bij het grote publiek bekend. Maar ik kan me voorstellen dat u inmiddels toch wel een bijzondere bekende Nederlander bent geworden. Daar mensen ook een soort van fan van zijn. Hoe merkt u dat in het dagelijks leven? Nou ja, dat mensen me zwaaien naar me, een duim opsteken, glimlachen. Nou, ik krijg iedere dag nog steeds brieven waar mensen zeggen van ja, dat het positief uitgewerkt heb wat de dingen die ik gezegd heb of wat ik gedaan heb. Hoe ervaart u dat? Ja, mooi omdat het positief is, maar aan de andere kant, we gaan gewoon verder. En dat is zo, als we gaan terugkijken op de afgelopen maanden, dan kunnen we in ieder geval zeggen dat het een bewogen stel maanden waren. Ook in Nederland is nu een coronabesmetting geconstateerd. Het gaat om een man in Tilburg. 500 tot 700 mensen worden verplaatst. En het gaat nog weken duren. Om de komende periode voldoende bedden beschikbaar te hebben voor de patiënten die er dus nog aan kan. We breiden nu al uit naar 1500. En we zoeken naar een verdere uitbreiding naar 2500. De afspraak is gemaakt om per zondag aanstaande naar 2400 bedden IC te gaan. Verwacht wordt dat het aantal coronapatiënten op de IC deze week verder daalt naar 150. Naast de scholen, de kinderopvang, bibliotheken, ze zijn weer open. Het korte antwoord op alle vragen is dat we deze zomer inderdaad op vakantie kunnen. En ga dan wijs op reis. Ja, wijs op reis, dat kan inmiddels weer, maar we zagen natuurlijk ook beelden van het begin van de crisis. Als u die beelden zo terugkijkt, wat voor gevoel geeft dat dan? Nou, het geeft een ongelooflijk goed gevoel dat we dat met elkaar gedaan hebben. En net ook die discussie die we hadden. Ik heb ook toch wel het idee dat we iets socialer geworden zijn omdat we dit met elkaar gedaan hebben. Door wij hebben als intensivisten en IC-verpleegkundigen de patiënten ontvangen op de intensive care. Maar we hebben wel hulp van iedereen gehad. En uiteindelijk van alle Nederlanders, dat we net op tijd gingen dalen. En dat kwam omdat iedereen zich aan de regels hield. Ja, en vandaag bedraagt het aantal coronapatiënten dat op de IC-afdelingen ligt 80. Er waren 2 nieuwe coronadoden, geloof ik, vandaag. We lijken nu echt over die piek heen te zijn. Geeft dat u zelf rust? Ja, voor de corona wel. Maar wat me echt opvalt is dat we maar net boven de 600 IC-patiënten hebben. En dat is eigenlijk veel te weinig. Dat betekent echt dat er te weinig geopereerd wordt. Dat er te weinig mensen naar het ziekenhuis komen. En dat betekent toch dat we een beetje te streng zijn, vind ik. Want blijkbaar voelt iedereen zich nog niet veilig genoeg om naar een ziekenhuis te gaan of naar zijn huisarts te gaan. Omdat Wie is te streng? Nou ja, wij met z'n allen toch eigenlijk. Want het is raar waarom die zorg zo achterblijft. En wat we ook al horen, dat mensen. We hebben heel erg veel focus gehad voor de corona. Maar gaan nu ook mensen dood met een hartinfarct? Of toch met kanker, dat er meer uitzaaiingen omdat ze langer gewacht hebben. Ja. Hersenbloedingen of mensen met kleine klachten, met TIA's die niet naar het ziekenhuis gaan. Ja, die moeten echt komen. Ja, en dan, u zei net, wij hebben het eigenlijk voor de uitzending, we hebben het eigenlijk te rustig. We vervelen ons en dat is een heel, heel, nou ja, eigenlijk slecht teken. Ja, eigenlijk vind ik dat wel. Eigenlijk is het is goed dat we kunnen uitrusten, maar we zijn uitgerust nu. We hebben allemaal plannen om op vakantie te gaan, het personeel. Maar het is in de ziekenhuizen eigenlijk te rustig op dit moment. Maar is dat dan eigenlijk een overreactie geweest? Of zijn we te laat? Of hadden we eerder, naarmate die curve omlaag ging, al moeten beseffen van we moeten nu de normale medische molen weer aanzetten? Nou ja, kijk, we hebben heel veel ruimte en IC-plekken gemaakt omdat we ons op het allerlaatste moment moesten voorbereiden. Lagen er langer tijd, lager dan mensen op de IC's en op andere dingen. Ja. Maar nu zijn die al 4 weken weg. En je ziet dat die zorg maar langzaam op gang komt. Maar ja, door die 1,5 meter regel waar iedereen zich aan houdt, hebben we moeite om de polies goed in te richten. Ja. Wij hebben gelukkig in Erasmus een nieuw ziekenhuis en meer ruimte. Maar andere ziekenhuizen zijn daar niet op voorbereid. Dus mensen komen niet of in te weinig aantal of een te laag aantal. En datzelfde bij huisartsen. We hebben al die regels met elkaar afgesproken, maar de gewone zorg komt te traag op gang. Ja, en het vreemde is ook, ik las ergens een artikel van u en er stond, toen hadden we het allemaal het eigen doel en nu is iedereen weer vanuit zijn eigen perspectief en agenda aan het werk. Dus toen kon alles werd in no time aangepast, maar nu zijn we eigenlijk weer terug bij af. Wat bedoelt u daar precies mee?
Nou ja, wat ik heel mooi vond in die crisis was... dat je hoefde maar iets te zeggen en we gingen het met z'n allen doen. En bedoel, we zijn als Erasmus een groot instituut... en we moeten overal alles aanvragen en iedereen vergaderen en zo. En toen kon alles in no time. De IT was altijd in no time hun aanpassingen gedaan. Aanpassingen in het gebouw waren in no time gedaan. En nu zijn we weer terug. Nu merk je weer dat we... overal vergaderen, overal moeten besluiten moeten nemen. Had je toch gehoopt dat dat nou van tafel zou zijn? Nooit meer vergaderen. Nee, ja, maar dat moeten we ook zo snel mogelijk weer terug. Er zijn ook dingen wat we nu tegen elkaar zeggen... maar dat ging in de corona beter... zullen we dat toch niet meer met elkaar anders organiseren. Ja. En dat, denk ik, moeten we echt met elkaar gaan vasthouden. Lessen van corona, een van de meest voor de hand liggende lessen zou je zeggen... is dat we in Nederland wellicht... te zuinig zijn geweest, te veel op efficiëntie hebben gestuurd... waardoor de IC-capaciteit te laag was. Is dat nou iets wat we blijvend gaan aanpassen? Dat die IC-capaciteit omhoog gaat, permanent? Ja, dat lijkt zo logisch, maar ik vind dat toch paniekvoetbal. Want als wij nu, de minister heeft de LNAZ, dus de overkoepelend orgaan van de ROAS'en, gevraagd samen met ons en de VNVN, dus de verpleegkundigen, om een plan te schrijven hoe we structureel naar 1700 bedden. Ja, dat geeft een veilig gevoel. Maar als er geen uitbraak komt en als het virus, de vaccin komt, dan hebben we straks heel veel geïnvesteerd, maar is het weggegooid geld. Ja. En je heeft ook geen zin om dat op korte termijn, want we kunnen niet zomaar verpleegkundigen. Dus je moet echt met elkaar, met de politiek, besluiten, maar ook met alle Nederlanders, jongens, wat willen we? Dat hebben we toen ook gedaan met de watersnoodsramp. Toen hebben we met elkaar besloten, dit willen we nooit meer. Toen hebben we gezegd, daar gaan we in investeren. Ik vind het prima, maar dat moet je echt met z'n allen doen. Gaan we investeren in een andere gezondheidszorg met meer verpleegkundigen, maar dan moet je het ook op een lange termijn, moet het aantrekkelijk worden voor jonge mensen. En dan moet je daar echt doen. Ja. En heeft u het gevoel dat dat gevoel dan nu voor de lange termijn genoeg nee. dat gesprek genoeg gevoerd wordt? Nee, ik vind, we zijn nu eigenlijk paniek aan het voetbal. We zijn zo geschrokken van die ramp. Nou, hij kwam snel en hij gaat snel weg. Ik verwacht nu de komende maanden helemaal geen... vieren, in die zomer, we zien ook helemaal niets gebeuren. Het kan dat hij terugkomt. Nou ja, dat bedoel, dat weet niemand, maar... Ja, maar en wat dan? Zijn we dan wel beter voorbereid dan ja, we zijn sowieso goed voorbereid. Want iedereen, we hebben het allemaal gedaan en wat kon. We weten ook dat er een limiet aan zit. Dat moeten we ons wel realiseren. Ja. Boven de 2400 of 2500, dan gaat het gewoon niet. Of we moeten hulp van buitenland krijgen, zoals Duitsland. Maar je moet wel met elkaar gaan zeggen... ja, jongens, hoe gaan we dat structureel? Want het kortzichtige klinkt leuk, ja. Maar dat is toch daar moeten we niet op inzetten. Wat u net noemde, dus dat er heel veel mensen zijn die ziektes hebben... waar geen tijd voor was, zal ik maar zeggen. We lazen ook over borstkankerslachtoffers... dat er 500 extra doden zijn door corona... omdat die niet durfden of niet behandeld werden... Is dat nou iets wat je bij een volgende golf beter zou kunnen doen? Ja, nu worden de plannen gemaakt in elk ziekenhuis, in elke regio. En het is vooral ook meer dat we het regionaal aanpakken. Van luister eens, als we moeten opschalen, hoe doen we het dan? Op welke plek? Maar vooral met welk personeel? En hoe kunnen we dan zo lang mogelijk de niet-coronazorg door laten gaan? Dat betekent de operaties door laten gaan, maar ook de interventies, de chemokuren. Dus alles wat belangrijk is, moet gewoon doorgaan. Maar en ligt dat plan nu klaar? Ja, daar wordt er keihard aan gewerkt. En ja, bedoel, we hebben nu ook weer voldoende tijd en rust om die plannen klaar te maken. Alleen je moet je wel realiseren dat een verpleegkundige kunnen we niet verdubbelen of iets dergelijks. Dus daar zitten ook wel grenzen aan. Maar daar wordt wel beter overdag en met de verpleegkundige nagedacht. Mocht het zo zijn, hoe doen we het dan? En wat doen we dan anders wat we minder goed gingen in de eerste keer? Ja. Een ander ding waar jullie ook over spreken met Politiek Den Haag... is over die code zwart en een protocol voor code zwart. Dus mocht het weer zo zijn dat we meer plekken op de IC nodig hebben... dan dat er praktisch zijn. Wanneer is dat protocol klaar? Kunt u daar al iets over zeggen? Nou, ik heb gehoord van de federatie en van de KNMG... dat ze dan nu uit zijn met de inspectie en ook met de minister... en dat de minister nu heeft toegezegd om binnen nu en... een aantal weken komen ze ermee naar buiten. Dus ik ben heel erg blij dat het protocol is nu af. Maar en wat houdt het precies in? Wat kunt u er in algemene zin over zeggen? Nou, dat er dus als er geen medische gronden meer zijn om te kunnen kiezen...
dat iemand toch een betere prognose heeft om een IC-behandeling om te gaan. Dan ga je het hebben over ethische gronden. En daar is nu op papier gezet hoe een arts dan zou moeten kiezen. En dat is dan vastgelegd. En ook dat het is vastgelegd dat het een landelijke afspraak is. En ook de afkondiging. Ja. Vanaf dit moment moeten we op ethische gronden. Vinden artsen dat wel fijn? Ik spreek wel eens artsen die zeggen, ja, dat doen we altijd al, triage. Hè? Ik bedoel, dat moet je aan ons laten. Ja, maar triage op medische gronden noemen we eigenlijk selectie. Dus selectie, dat iemand heeft meer kans, dan laat hij voor op de ander. Maar bij triage op ethische gronden is eigenlijk, verluister eens, alle medische gronden zijn uitgeput. Nu is er geen plek meer. En hoe ga je nu besluiten dat meneer A toch voor mag dan meneer B? Ja. En wat is het voordeel ervan om zo'n protocol klaar te hebben liggen? Bijvoorbeeld, ja, in zo'n coronatijd is het logisch, maar als we niet in crisis zitten? Nou, dat het belangrijk is en dat het een maatschappelijke discussie is. Want wij als artsen voeren uit wat we als maatschappij willen. En daarom is het goed dat je als met elkaar daar een besluit hebt overgenomen. En een discussie hebt gevoerd. Dat die artsen kunnen zeggen, nou, op basis van wat wij als Nederlanders vinden, daarop hebben wij deze keuzes moeten maken. Dat, je staat dan met je rug tegen de muur. En dat is het meest erge wat er is. Maar dan heb je nog wel een klein beetje goed gevoel dat je houdt aan de regels die we met elkaar hebben afgesproken. Maar nu begreep ik dat u daar ook over ruzie heeft staan maken op het katshuis met de ministers? Nou ja, in die fase toen wij begin april, toen het de kant op ging dat we echt de limiet gingen halen, toen hebben we het af en toe gehad over een jaartal. En wij als medici zijn gewend om over met jaartallen te praten over prognoses. En voor de politiek was een jaartal was onbespreekbaar. Dus dat is het jaartal in de zin van leeftijd van mensen? Ja, ja. Dus, en daar verschilden we echt van mening. En daar kregen we best stevige discussies. En daar kwamen we ook niet uit. Zijn jullie er nu uit? Ja, nu op dit, met dit plan zijn we eruit. En daar staan dingen in. Ja, dat gaan we zien. Maar die zijn best lastig. Corona heeft ook financieel zijn sporen nagelaten bij de ziekenhuizen. Want mensen moeten op de IC. Volgens mij krijg je 14 dagen vergoed, hè, als je op de IC ligt. En als dat langer is, dan kost het ziekenhuis eigenlijk geld. Of zeg ik dat verkeerd? Nee, dat is niet zo. Nee, maar wat we nu zien als ziekenhuis, dat een ziekenhuis is ook een bedrijf en moet omzet halen. Ja. En wij worden scherp aan de hand. De verzekeraar zit er bovenop. Maar productie draaien in een ziekenhuis, ja, het klinkt heel gek, maar het is heel belangrijk om je zwarte cijfers te halen. En in deze periode dat alles naar de IC ging, ja, hebben we wel productie kunnen draaien meer met de IC. Maar dat staat niet tegenover dat de gewone zorg die productie niet gedraaid heeft. En dus dat we draaien nu rode cijfers. Gaan er dan ziekenhuizen omvallen? Ja, laten we dat toch hopen dat we dat niet doen. Als we KLM omhoog houden, gaan we toch geen ziekenhuis laten omvallen. Maar heeft u daar nog garanties voor? Ja, politiek. Maar goed, gaat het zo slecht dat het water echt aan de lippen staat? Ja. Hoe urgent is de situatie? Ja, ik heb vorige week, heeft mijn raad van bestuur een vacaturestop afgekondigd, omdat het niet goed gaat met ons. Ja, terwijl jullie wel mensen kunnen gebruiken. Ja, we kunnen. Ja, nou, voor de vacature, ik bedoel, is geen vacaturestop voor verpleegkundigen. Maar het betekent wel dat de financiële vooruitzichten voor ons zijn op dit moment niet goed. Maar zijn er op dit moment, worden daar gesprekken over gevoerd nu? Praat u met de politici die daarover gaan? Nee, maar goed, dat is ook niet mijn rol. Bedoel, anderen praten over de financiële. Maar daarom is het ook zo belangrijk dat die economie, het is snel gekomen, het virus, maar we moeten ook snel weer de boel oppakken. Want de economie is echt belangrijk. Die is ook belangrijk voor gezondheidszorg. Maar die is ook belangrijk, anders, als de economie niet goed gaat, kunnen wij volgend jaar moeten we gewoon bezuinigen, net als iedereen, ook op de gezondheidszorg. En we hebben eigenlijk alleen maar plannen dat het groter en meer moet worden. Dus ik vind moet toch wel betaald. Het is snel gekomen, maar we moeten echt sneller de boel weer oppakken met elkaar. Maar wel veilig, maar nou, wacht op. Nou, hij is niet minder uw held geworden, hè? Nee, hij heeft zijn goede ding. Ja. Dank u wel voor nu. Vandaag is het precies 75 jaar geleden, op 11 juni 1945... dat Schiermonnikoog als laatste deel van